Een galante man die mensen voor laat gaan bij betalen, blijkt helemaal niet zo aardig. Hij berooft een 81-jarige vrouw van haar portemonnee en koopt voor heel veel geld luxe kleren bij een exclusieve winkel. Van haar geld. Gelukkig hebben we goede bewakingsbeelden. Kijk goed en help ons deze man te vinden. Hij is tussen de 30 en 35 jaar, is lang, tussen de 1,90 meter en 1,95 en is slank en heeft een verzorgd uiterlijk. Hij slaat niet alleen toe. Hij werkt samen met deze kleine vrouw en een dikke man van tussen de 40 en 50 jaar. Weet u wie het zijn? Bel onze tiplijn.